Heb je een zeer aan je lucht gehad? Dank je wel. Heel tof publiek. Dank je wel. Wel, dan zal ik nu nog een liedje zingen om te lachen met de selectieve verontwaardiging. De grote zeenvullenschaarste van 1802. Een zeenvel wordt niet gemaakt van een zeen, maar wel van het vel van een gems. Een gems is een berggeit die leeft in de bergen en werd hevig bejaagd door de mens. Tijdens de grote zeenvullenschaarste zijn veel vrouwen uit het leven gestapt. Want het leven was hard voor de vrouwen van toen. Hun ramen konden niet meer worden gelapt. De kernramp in Fukushima maakte menig Japaneeske tot wees. De Titanic zonk met vrouw en muis in de Atlantische Zee. Maar dat was niks vergeleken met de zeenvullenschaarste van 1802. De gemzenjacht werd een bloedbad, met veel gekerm en dierenleed. Geen gems overleefde en het was toen dat de zeenvullenschaarste haar intrede deed. De zeenvullenbaas sloot de fabriek. Er kwam armoe, ontbering en pijn. Door die grote depressie werd iedereen ziek en dan ook nog die vuile ruiten erbij. Het tsunami heeft een massa mensen van het witte strand weggeveegd. Twee vliegtuigen crashten expres. De Twin Towers zakten ineen. Maar dat was niks vergeleken met de zeenvullenschaarste van 1802. Blijkbaar vliegen er tegenwoordig massaal veel zeenvullen door de lucht. De krantenkoppen staan er bol van en de regering sloeg op de vlucht. Nee, de mensen zijn er niet gerust in. Met al wat die rare zeenvullen op hun dak. En die mogen op de koop toe ook niet in een gewone huisvuilzak. Volgens een recente peiling en een expert op de tv dreigt er weer een nieuwe dreiging. Een zeenvullenoorlog, oh wee. En die wordt 10 keren erger dan de zeenvullenschaarste van 1802. Wat zeg ik? Ja, we worden zwaar geteisterd. Een mens maakt nog allemaal mee.